Mijn lieve kijkers, op jullie verzoek om mij voor de camera zien te eten, heb ik een nieuwe YouTube-kanaal geopend waar ik alleen eet. Het heet Suriname Food. Kijk voor de link in de beschrijving van deze video hieronder. Ik zou zeggen gratis abonneren, ofwel subscriben en liken, comments geven, zodat ik nog lekkerder kan eten voor jullie. Welkom op mijn YouTube kanaal. Als je mijn video leuk vindt, geef me een like, abonneer en klik op de bel notificatie voor de nieuwste video. Laat in een reactie weten wat je van de video vindt. Hallo lieve kijkers van me. Ik ga vandaag droge vis hier, wat ik heb allemaal stukjes gemaakt. Droge vis met tauge koken. Dat is echt Surinaams eten. En dat ga ik maar. Ik heb mijn vis al uitgepluist. Alle graten weggehaald. En ik heb hem in heet water gekookt. Uitgekookt. Dan heb ik hem goed gewassen. En dan ga ik hem nu bakken. En dan ga ik met tauge koken. En in een stukje tomaat. Dat wordt zo lekker. Heel erg lekker. Zet ik een beetje olie. Niet veel. Dat komt eerst. Die ga ik bakken. Heerlijk. Dit is mijn droge vis. Die ga ik meebakken. Maar als ik de vis ga bakken, dan zet ik alvast de zout, want anders gaat het spetteren. Dat zijn de trucjes, de kookkunst. Weet je? Dus ik ga lekker een beetje half medium bruin bakken. Zo, hij is lekker aan het bakken. Ik heb de tomaat al gesneden. Dus daar gaat mijn tomaat erin. Mooie dunne reepjes heb ik gesneden. Ook wil ik jullie laten weten dat ik begonnen ben met bestelling te nemen. Als je bijvoorbeeld roti, bara, nasi enzovoort wil bestellen bij me, dan is dat mogelijk. Informatie over hoe je bestelling kunt plaatsen, kijk onderaan deze video in de omschrijving. Ga ook naar mijn Suriname Kitchen Facebook en stuur me een bericht via Facebook Messenger. Dat doe ik in mijn dagelijkse leven. Ik hou ervan. En vooral mijn kijkers, die houden ervan. Op te gaan neuzen en te kijken. Dat vind ik ook heel fijn om te koken. Ja, ik heb een grote gezin. Dus dat wordt bij mij gegeten. Ik heb een beetje zwarte peper. Zo lekker. Een beetje ajinomoto. Nu, dit is al mooi te bakken. Dan ga ik mijn tauge erin zetten. Met chapaat. Dit is de chapaat. Dit heb ik uitgekookt. Gewassen. In koud water. En ik ga niet hele zetten. Ik heb hem een beetje afgeknipt. Korter gemaakt. Weet je? Dat wil ik zo eten. Een beetje korter. En dan gaat hij in die vis.
zet ik in de fris. Een beetje hoge vuur. Zodat die vocht een beetje weggaat. Dan ga je hem zo doorroeren. En dan is hij zo klaar om te eten. Lekker. Lieve mensen, moet je uitproberen. Het is een heerlijke gerecht. Droge vis met kauwgom mag ook hoor. Kauwgom mag ook. Kijk, in Nederland is het ander soort van dit. De zachte en de lange. Dat noemen ze kauwgom. Maar dit is van Suriname. En dit noemen ze chapa. Maar het is ook een soort van kauwgom. Maar dit is een beetje hard. En die van Nederland die is zacht. Die als je gaat koken, die smelt. Mijn lieve kijkers, op jullie verzoek om mij voor de camera zien te eten, heb ik een nieuwe YouTube kanaal geopend waar ik alleen eet. Het heet Suriname Food. Kijk voor de link in de beschrijving van deze video hieronder. Ik zou zeggen gratis abonneren, ofwel subscriben en liken, comments geven, zodat ik nog lekkerder kan eten voor jullie. Maar deze smelt niet, deze blijft een beetje geel. En het is heel fijn om te eten met die visjes. Snap je? Dus daarom. Je moet je droge vis bij, op de markt halen. Of in de toko. Weet je? En dan ga je hem stukjes maken. Een klein beetje in warm water uitkoken. En dan bak je het zo. En dan kan je kauwgom erin zetten. Je mag ook alleen maar met tomaten, tomaat maken, bakken. Alles kan. En dan is het heerlijk. Maar dit wat ik kook is echt een Surinaamse kitchen style. Surinaamse stijl. Lieve mensen, je weet niet wat je mist. Nou, lieve mensen, dit is klaar. Ik zou zeggen, liken, subscriben, comments geven en notification knop drukken. Voor weer een nieuwe video. Waarmee jullie heerlijk gaan genieten en zelf gaan uitproberen. Dit is klaar. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Bye bye. Liken hè, liken. Bedankt voor het kijken naar deze video. Laat in een reactie weten wat je van de video vindt. Agar aapko mera video pasand aaye, subscribe karna, like karna, comments dena aur notification button ko bhi daba dena taki naya video aapko mil sake. Phir milenge. Bye bye.